Mijn naam is Cor van der Wel. Ik ben voorzitter van het Greenport Oostland-Zuidpas-overleg. En enige jaren terug hebben wij in deze regio het Tuinderscafé gestart. We gaan het hebben over duurzaamheid. Wat zin dit voor mij? Wat zin dit voor u? Wat zin dit voor Koppert? Wat zin dit voor tuinbouw? Wat zin dit voor de Greenport? Duurzaamheid. Duurzaamheid. Sustainability. Sostenibilidad. In het Spaans. Definitie van duurzaamheid, jongens, ik wil hem niet echt geven. Hij is zo lastig te vinden. Maar als ik kijk wat vader Jan Koppert en zijn zoon Peter in 1967 gedaan hebben, door samen naar Zwitserland te gaan en na te denken van, joh, hoe kunnen we een alternatief vinden voor chemische bestrijding? Toen waren zij begonnen met duurzaamheid. Want iedereen beseft dat de nieuwe invulling van onze economie per definitie duurzaam is. Want anders heb je geen economie. Sterker nog, verduurzaming kan betekenen dat je daar juist je geld mee verdient. Het is mainstream. Het wordt geen mainstream. Het is mainstream. Una guapa traductora. Hij zegt excuses dat hij jullie niet toespreekt in het Engels of in het Nederlands. Maar zo heeft hij een excuus om een knappe vertaalster naast zich te hebben. Entre Lonsinger Long, Copper y Águilas, para que todos juntos unir nuestros esfuerzos y fomentar la sostenibilidad, pues pensamos que ese es el futuro. We willen alle soorten schone en duurzame activiteiten beïnvloeden. Om deze reden is er vandaag een intentieverklaring ondertekend tussen Lonsinger Land, Koppert en Águilas, zodat we samen onze inspanningen kunnen bundelen en duurzaamheid kunnen aanmoedigen, omdat we geloven dat dit de toekomst is. De duurzaming lossen wij als handelsbedrijven niet alleen op. Hier moeten we samenwerken. Daar heb ik het eigenlijk ook nog wel uitgebreid over gehad, over wat duurzaamheid betekent en hoe wij daarmee omgaan. En uiteindelijk doen we dat in opdracht voor onze klant, voor onze afnemers en uiteindelijk voor de consument. Heb dat als doel voor ogen en ga daar gewoon mee aan de slag. De supermarkt heeft geen verstand van rozen, ook niet van bestrijdingsmiddelen. Maar één ding wat ze echt irriteert, dat is negatief in het nieuws komen. We werden ook gewoon echt uitgenodigd op het hoofdkantoor. En dan wordt er gewoon gezegd, ik verkoop liever geen rozen als dat ik één keer in het jaar negatief in het nieuws komt. Samen bestrijdingsschema's opzetten. Dan vertel je dat je geïntegreerd gaat telen. Nou, Koppert, daar werken we ook in Kenia samen mee. Geïntegreerd, dat vinden ze dan al een moeilijk woord. Biologisch, dat willen ze wel begrijpen. Alleen dat je dan ook nog moet spuiten, dat begrijpen ze sowieso niet. En we moeten ook realiseren dat we als bedrijfstak eigenlijk al zo verschrikkelijk duurzaam zijn. We zijn zo efficiënt in produceren. En duurzaam is in feite efficiënt produceren. Met zo weinig mogelijk middelen, zoveel mogelijk producten voortbrengen. Daar zijn wij als sector hartstikke goed in. En ik durf te zeggen dat wij als normale tuinders duurzamer zijn dan een hele hoop biologische tuinders. Gewoon omdat wij met dezelfde hoeveelheid arbeid, met dezelfde hoeveelheid gas, gewoon 15-20% meer tomaten of bloemen of weet ik het wat van ons product weten te halen. Dat is echt duurzaamheid. Wat is er gebeurd met die stelling? Een eerlijk product voor een eerlijke prijs. Dus inmiddels werken we heel erg transparant. Toch, het is gewoon een invulformuliertje en onderaan de streep staat de prijs die ik maximaal mag rekenen. Maar dat is momenteel wel het maximale wat erin zit. Want dat bosje van 2,99 weer op 3,99 krijgen, ja, dat wordt nog een hele lastige. De mensen. De people. Uiteindelijk is het allemaal wensenwerk. Wij moeten het doen. En dat is uitdagend.